Oké. Okay. Ja. Hoe is het nu om de boot in Scheveningen te hebben liggen? Ja, wel best wel speciaal natuurlijk. Het is, oké. Okay. Ik ben hier vandaag in Scheveningen en hier achter mij ligt de boot van Team Action Nobel van schipper Simeon Tienpont. Hoe is het nu om de boot in Scheveningen te hebben liggen? Ja, best wel speciaal. Ja, het is wel, het is toch natuurlijk een beetje thuis. En, normaal ben je altijd heel veel aan het reizen om op dit soort boten te varen of in dit soort programma's mee te doen. Ja, en nu is het wel heel erg cool dat het een keer vanuit Nederland kan. Lekker thuis eten s'avonds. Ja, exact. Was het alleen om nu nog thuis in je eigen nest kunnen slapen. Maar ik denk dat wat vooral heel erg leuk is, is omdat... omdat er gewoon in Nederland, we zijn gewoon een ontzettend zeilland en we zijn best wel een zeilnatie, maar er zit ook heel veel kennis omheen. En dat is altijd het gevoel als je in dit soort projecten bezig bent, dat je denkt van hé, dit kunnen wij thuis gewoon beter. Of hé, we weten heel veel over meteo, of hé, we weten juist heel veel over de weerstand en hydrodynamica van boten of de zeiltrim. En dat is nu wel zo'n hele mooie kans om juist al die... kennis hopelijk proberen in de komende maanden aan elkaar te kunnen verbinden aan ons team. En waar kijk je nu het meeste naar uit in de race? Waar ik het meest naar uitkijk? Nou, op dit moment kijk ik eigenlijk wel het meest naar uit om, ondanks dat we zeg maar nu, wat is het, 10 maanden of 11 maanden hebben om voor te bereiden, om eigenlijk over 11 maanden aan de start te staan van de race. Want je wil eigenlijk heel veel dingen doen. En op heel veel dingen ook nog innoveren en het beter doen dan de rest. En ik kijk nu heel erg uit om dat beetje bij beetje om te kijken of we die voorsprong echt kunnen opbouwen. Of ook kunnen inhalen. Want andere teams die zijn al, die de vorige race hadden gedaan, hè, die moeten we gewoon inhalen. Die hebben meer ervaring. En ik denk als de race al is gestart, dan kijk je juist weer uit naar... om niet alleen elke dag te kunnen winnen, maar ook elke lek te kunnen winnen. Je hebt het over innovatie en we hebben net op de boot een rondleiding gehad en gezien wat er allemaal mogelijk is. Maar gaat het niet een beetje ver? Denk je niet soms van, oké, al die trim, ik wil gewoon lekker zeilen. Dat is wat ik zou hebben. Maar dat zeg jij. Je bent vier jaar lang bezig op een One Design boot om de snelste laserradiaalzeilste te worden in de wereld. Dat is voor ons niet anders natuurlijk op deze boot. Wij willen gewoon, je wil uiteindelijk, ben je eigenlijk altijd wel lekker aan het zeilen, maar je wil eigenlijk in alle extreme hoekjes en gaatjes wil je het maximale eruit kunnen halen om juist dat beetje sneller te zijn. En dat is nou wat zoveel waardeert. En een hele hoop dingen heb je ook gewoon niet nodig. Een luxe kussen neem je niet mee aan boord. En je kan prima met elkaar slaapzak delen. Dus het went ook eigenlijk heel erg snel, maar iedereen zit ook zo met de wedstrijd bezig dat eigenlijk alles om je heen heel simpel is. Maar dat is ook vaak gesimplificeerd vanuit een echte gedachte om zo snel mogelijk te gaan. En daar zijn we ook altijd naar wel op zoek. Ja. Mis je die luxe wel eens? Ik lieg natuurlijk als niet zo zeggen dat ik s'nachts wel eens denk aan een lekker warm bed of een warme douche. En dus even een tukje op de bank of zo. Natuurlijk heb je dat. Ja, daar kijk je het meest naar uit? Tuurlijk. Even een lekker rustig een tukje op de bank doen, dat is prima. Nee, maar ik denk, het compenseert altijd heel erg. Want ik heb voor mezelf op het andere moment, op de momenten dat je dat denkt, dan denk je ook wel bij jezelf. Het is toch wel heel erg cool dat je ergens in the middle of nowhere, midden op zee of op een oceaan, met een ploeg om je heen, met zeilers om je heen, die ook super gemotiveerd, die allemaal willen winnen. Toch zo'n hele gaaf boot aan het zeilen bent. En onder prachtige sterren of soms juist in superruig weer. En dan realiseer je dat dat niet een heleboel mensen dat doen of niet kunnen doen of niet zien. En dat maakt me altijd wel heel erg, geeft wel een uniek gevoel. Je beschrijft eigenlijk nu alle mooie dingen. Maar wat is nou eigenlijk het minst leuke aan zo'n lange race en aan zeezeilen? Nou, het minst leuke is misschien wel dat natuurlijk met alle passie ben je super gecommitteerd, maar het minst leuke is dat je toch wel heel erg thuis mist. Want uiteindelijk ben je met z'n achter die boot, maar om alles te kunnen delen maakt dingen ook wel weer heel erg bijzonder. En dat is wat je natuurlijk wel thuis hebt. Of dat je dat ik niet het boekje kan voorlezen aan mijn dochter elke avond. En dat, die dingen mis ik wel heel erg. Ja, want tijdens de race hebben jullie nauwelijks contact, zeiden jullie net.
Maar komen ze dan wel naar de stopovers toe? Ja, ja, ja. Nee, de families die reizen wel mee. En dat moet ook wel, want ondanks, het natuurlijk, geldt natuurlijk ook voor de jongens die het onderhoud doen van die boot. En die race win je niet alleen met de jongens aan boord of in het team. Die race win je eigenlijk met de hele familie. Want als ook de familie en je vrienden en je ouders of je thuissituatie ook niet 100% alles meegeeft en ook een beetje aanpast aan wat wij doen, ja, dan wordt het al snel heel erg lastig. En daarom maakt het eigenlijk ook wel zo'n mooi avontuur. En maakt het ook heel erg bijzonder als je wint. Dan is het ook echt niet alleen een effort van die 25 man die in dat team zitten. Maar is het ook 25 man keer alle vrienden en families. En iedereen die zich eigenlijk heeft ingezet en je altijd wel aan het supporten bent. Er is nu een nieuwe regel. Je mag ook vrouwen aan boord. Minder mannen of meer vrouwen. Heb je al bedacht waar jij voor gaat? Voor welke combinatie? Ja, ze zeggen dat is een nieuwe regel, maar het was natuurlijk in het verleden ook altijd onmogelijk. Het is heel simpel. Ik denk iedereen om mij heen, wij kijken altijd naar de beste zeilers. En niet, ze maken geen onderscheid tussen een man en een vrouw. Ik bedoel, een vrouw kan fysieker. Dus je zegt eigenlijk dat er meer dat de mannen beter zijn dan de vrouwen? Nee, helemaal niet. Omgekeerde. Nee, zeilers zijn toch ook, of je nou een vrouw, man. Een Rus, een Argentijn. Nou ja, omdat in het verleden toch vaker mannen aan boord zijn. Ja. Maar omdat die waarschijnlijk fysiek sterker zijn dan. Ja, maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat er net zoveel. Uiteindelijk denk ik toch zo. Misschien ook omdat er meer aanbod was aan mannen. Of meer mannen wouden die deze race willen doen. Maar ik denk dat iedereen echt wel in de sport of als tussen atleten ook best, tenminste in onze wereld, heel erg open is. Wij kijken wel veel meer naar de man. Of de vrouwen niet zozeer in dat er een onderscheid is, maar veel meer aan de zijde wat ze zijn. Ik bedoel, als je uiteindelijk de beste navigator bent in de wereld, of je bent de beste voordekker in de wereld, dan maakt het niet uit of je nou een man of een vrouw bent. Uiteindelijk willen we allemaal winnen. En dat is denk ik wel het leuke van topsport. Is dat het hetzelfde dat nationaliteiten er niet uitmaken of dat. Ja, en ik denk dat hetzelfde tussen man en vrouw. Uiteindelijk maakt het niet uit, omdat je altijd wil gaan voor de sterkste combinatie. Dat ze het nu zo accentueren, of we nu zeg maar een soort van combinaties geven in de regel wat ze hebben voorgesteld. Nou, dat geeft ook juist weer een heleboel opties. Maar die opties komen veel meer omdat, niet zozeer omdat het nu een man of een vrouw is, maar omdat je mag wisselen. En dat vind ik veel toffer, want dat maakt het juist heel interessant. Want dan kan je juist heel erg op zoek gaan naar die specialisten, naar die specialistische atleten. Hè, wie het dan ook is, waar die dan ook vandaan komt. En op dat gebied, ik denk dat ik, als elk ander is, zoals we allemaal wel in staan, maar op dat gebied is het echt een soort van equality. Heel erg bedankt voor de antwoorden, ik vond het heel leuk. Ik ben nog nooit aan boord geweest op een officiële Volvo Ocean Race boot. Dus hartstikke leuk. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, ik hoop dat je het de volgende keer maar komen zeilen dan. Ja, het staat op camera.